Welkom weer bij een nieuwe aflevering met Op de Bank met Remy en Marinho. Mijn sidekick, of moet ik je zo niet noemen? Net als Batman, ben jij Robin? Hey, jij hebt deze gewoon thuis, hè? Nee. Ik heb niks van tevoren bedacht. Want je weet wat we doen, we zijn niet gescript. Nee, sowieso niet. We gaan gewoon zitten, gewoon lullen. Ja. Uit de losse pols, net wat je zegt. We gaan gewoon lullen over het afgelopen weekend. Yeah. Wat is het weekend gebeurd? Is er nog iets spannends gebeurd? En daar gaan we een beetje over babbelen. Ja, hij is wel goed, die Robin. Ja, hij is fucking goed. Hij is fucking goed. Oké, ja. Nee, maar inderdaad. Ja. Weekend. Wat is er gebeurd? Even kijken. Nee, wacht. Laten we eerst de comments doornemen. Oh, comments. De comments. Pak de comments erbij. Die comments vorige keer was comments. Even kijken. Dat is wel lekker, hè? Hey, het is wel lekker. Mensen vinden het leuk. Ja, dan gaan we gewoon door, hè. Even kijken. Wauw, mannen. Wat een delivery. Ja, wat een delivery. Niet verwacht. Maar dit maakt de Road to Glory 83 op deze prachtige zaterdag toch echt een stuk beter. Wie was dat? Thanks voor de video en nu kijken geblazen. Wie was dat? Toen ik de thee zag, ben ik ook maar thee gaan zetten. Ja, tuurlijk. Hey, daar zijn we voor. Wie was dat? Nomas Duran. Shout out to Nomas, jongen. Ja, blijf kijken. Nomas Duran was goed, maar Cyril Ramlakan, die heeft echt een goede comment. Wat dan? Hij zegt, zet een beetje Bami of Nasi voor hem, hoor, Remy. Plaatje van Nanus erbij. Leuke video, blijf doorgaan. Yes. Oké, dat is Cyril. Cyril, top. Hé, hey, luister, die Bami. Moet ik die Bami voor je zetten? Hey, ik kan een goede Bami draaien. Hé, hey, jij. Nee. Ga lekker kopen. Oké. Wie heb je nog meer? Keep up the good work. Nico, topgesprek. Weer beste duo op YouTube. Keep going. Beste duo. Ja, thanks. Check you, Nico. Jongen. Nico. Even kijken. Sumamoro. Maakt niet uit. Zo heet die. Hij maakt niet uit? Ja, maakt niet uit. Hij of zij. Misschien is het zij. Maakt niet uit. Altijd leuk als jullie weer... Altijd leuk als jullie weer zien te verschijnen op mijn beeld. Maar ik zou even jullie mening willen weten wat betreft Dana White en over Fede Emelianenko. Hebben jullie het meegekregen wat Dana White allemaal zegt over Fede? Wat vinden jullie? Zou Fede Emelianenko in zijn prem de UFC hebben gedomineerd? Ben benieuwd naar jullie mening. Strijders. En Remy moet weer lachen. Ik moet weer om je lachen, denk ik dat ze bedoelt. Ja. Zoals gewoonlijk. Ook om Marinho, hoor. Ook. Sidekick. Ja. Wie was dat? Dat was Maakt Niet Uit. Oh ja, Maakt Niet Uit. Maar heb je er iets van meegekregen? Volgens mij, hoor, is dit het. Fedor nam afscheid. Hij nam afscheid. Bij Bellator. Daar weet ik het. Maar toen kwamen al die UFC-sterren of oud-sterren of niet. Die kwamen in de ring. Ja. En toen maakten ze foto. Maar ik heb niet gehoord wat Dana White erachter had. Ja, Dana White had volgens mij gezegd dat Fedor dat hij al lang had moeten stoppen. En dat hij, dat hij niet de beste is en zo. En... Ik zeg wel, Fedor had misschien wel moeten stoppen. Maar hij is de laatste emperor, hoor. En ja, ik blijf erbij. Hij is, wat hij heeft gedaan in de sport, is ongekend. Ja. Ongekend. Ja, en dat vonden ze, Dana White vond, hij zou niet, in zijn prime zou je niet in deze UFC kunnen voldaan. Wat? Ja, dus als ik het goed heb begrepen dat hij dat had gezegd. Nee, man, je Engels is toch goed? Nee, maar weet je toch zo? Nee. Fedor. Fedor is nog steeds next level. Ja, er zijn bepaalde vechters in een bepaalde discipline. Ja. Waarvan men zegt van, hey, dat zijn echte strijders. Op weet een bepaald je? Moment. Ook. Ja, weet je, in een bepaalde periode. En je kan, weet je, ik heb af en toe ook die vergelijking gemaakt. Weet je, je kan bepaalde periodes ken je niet met elkaar vergelijken. Nee, het is wel weet leuk. Je? Het is wel leuk om te vergelijken, want ik doe het graag, weet je. En ik lach er ook om. En ik maak ze allemaal kapot, of niet. Maar het is moeilijk te vergelijken, want Mike Tyson man, met Ali, weet je, is beter. Je weet het niet of het met Messi en weet ik veel pillen is. Je weet het niet. Ja. Weet je, er zijn zoveel dingen die nu vernieuwd zijn. Een manier van trainen, sterker worden. Weet je, want had ons verteld van je moet krachttraining doen wanneer je 30, 40 jaar toen zei iedereen van je wordt langzamer door. Ja. Is helemaal achterhaald. Is helemaal anders nu. Dus wat dat betreft, voeding belangrijk nu. Voeding. Hadden ze in 30, 40 jaar teruggedacht aan voeding. Ja. En goede voeding.
hadden ze misschien anders gebokst? Ja, ja, ja. Weet ja, je? Ja. Even kijken. Ibrahim, niet boeiend, heet hij. Hij is niet boeiend. Dus hij voelt, niet dat hij dit niet boeiend vindt. Ja. Hij heet Ibrahim, niet boeiend. Voor de duidelijkheid. Ibrahim, niet boeiend. Ibrahim, niet boeiend. Remy, ik heb je nog steeds hoog zitten. Maar, maar ik merk wel dat sinds Serkan zijn wedstrijden begint te winnen, je minder objectief wordt, omdat hij tegen Wisse gaat vechten. Minder objectief wordt? Ik ben benieuwd wat je mening is na zijn wedstrijd tegen Brown. Hij vocht anders dan hij normaal vecht. Veel meer gecontroleerd. Oh, dit is daar onlangs. Dan heeft hij dit pas gepost. Ja, ja. We moeten het vannacht. Want ik hoop dat je in een nieuw interview hier je mening over kan geven. Want dat kan je als geen ander. Nou, ja, ik kan hem meteen geven. Ik heb het, maar ik merk wel dat sinds Serka wedstrijden begint. Je moet wel duidelijk lezen, anders kunnen ze het niet. Nee, maar dat is het ook. Maar ik, terwijl ik het lees, zit ik te denken of jij ooit hem gevlamd hebt. Ja. Ik heb hem nooit gevlamd. Ik ben altijd objectief gebleven. Mm. Als ik het zie, leun ik niet naar Wisse, ik leun niet naar Serkan. Ik vind het allebei toppers en ik vind ze allebei echt goed vechten. Nou, Serkan heeft het nu gewonnen met een knockout en dat heeft hij goed gedaan. Was er eigenlijk wel blij om dat hij dat gedaan had. En ja, je zag de problemen bij Wisse. Ja. Wisse had even het probleem dat hij die calf kicks kreeg, die trap op zijn kuiten. Daar had hij eigenlijk vrij direct een antwoord op, in één keer rechts voor staan. Maar hij heeft het eigenlijk ook goed gedaan. Ook al was hij geblesseerd op dat moment, is hij er toch goed mee omgegaan. Met zijn rechtervoet voor en dan vanuit die situatie meteen gaan boksen. Dat laat wel zien dat hij echt gewoon een echt is. Ja, maar daar kunnen we het sowieso straks, gaan we het sowieso straks ook over hebben. Maar ik wist dat, ja, ik weet, ja. Want hier suggereert hij eigenlijk dat je... Dat ik eigenlijk leun naar Wisse. Ik leun naar Donovan Wisse, dus met mijn uitspraken. Ja. Maar ik vind me vrij objectief. Ik vind me vrij neutraal, want ik vind Serkan... Ik leun wel naar Wisse. Serieus. En dat mag. Ja. En dat mag. Ik leun naar Wisse. Kijk, Serkan... Waar ik zit bij Videoland, mag ik natuurlijk, of moet ik eigenlijk een beetje neutraal blijven. Ja. Maar je kan er niks aan doen dat je meer leunt naar iemand. En dat wil niet zeggen dat ik de ander een pannenkoek vind. Nee. Maar ik kan iets meer leunen. Ja, maar ik kan, als de ene maar Mattie is, of de ene is, heb ik iets meer mee. Ja, als er een vechter opstaat die in één keer 100 gesprongen knieën maakt. En hij lijkt een beetje op mij. En hij doet ook nog goed en hij wordt ook nog kampioen. Ja, dat is heel gek als ik niet voor hem ben. Is heel gek als ik niet voor hem ben, toch? Ja. Terwijl... Ik weet dat we beide Serkan heel hoog hebben zitten. Heel hoog. Hij is een goede jongen. Goede vechter. En hij praat lekker. Makkelijk. En hij, daar komen we straks ook op. Ja. Ik vind dat hij weer die show maakte, man. Ik zweer het je, man. Hij maakte weer die hele show bij je. Dat bedoel ik. Ik glorie, dat mag ik dankbaar zijn. Ja. Dus, het kan zijn dat je misschien iets op hebt gepikt. Ibrahim niet boeiend. Misschien heeft hij iets opgepikt dat hij denkt van, misschien heb ik net een kommaatje anders, of een puntje niet goed. Maar het is wel goed dat je het aangeeft. Het mag. Goed dat je het aangeeft. Ik hou van kritiek. Ja. Gooi het over die, over kijken, die over het overdek. Ja, we kunnen wel verder gaan, maar we gaan niet allemaal... Nee. Ik heb nog eentje. Frida Raya. Frida Raya, ja. Frida Raya. Ja, we moeten zo'n vuist doen, zo'n vuist. Jiraya. Ja, Free Jiraya, ja. Kijk, ik ben niet voor Jiraya, ik ben niet tegen Jiraya. Ik ben voor de sport. Ja. Ik vind het jammer dat hij het daar is. Het is jammer. Ja. Alleen als je, meestal is, soms moet je ook gewoon op de blaren zitten, mocht het zo zijn. Dus daar kan niemand wat aan doen. Nee. Het is alleen jammer voor iedereen. Het is wachten wat eruit komt. Ja, Abena gaat echt verliezen, zie je, denk ik. Staat er nog iemand? Wie is dat? Die heeft 3 weken gepost. Team Kebab. Nee, die heeft het net daarvoor gepost, volgens mij. Oké. Okay. Ja. Frida Raya, hij heet Mokro. Mokro. Comments zijn leuk. Altijd leuk. Blijven doen die comments, want we lezen ze ook graag en we horen ook graag hoe jullie over bepaalde zaken denken. En prima als jullie kritiek geven, want we houden ervan en we kunnen er tegen. Maar we gaan even door. We hadden nog een filmpje te goed voor jullie, van Yusri. Oh ja, Yusri. We zijn toen bij LFL langs geweest, we was vorige week eigenlijk al, we zijn langs geweest, toen moest Yusri vechten. We hebben hem gehad in de show van Warrior Talk, we hebben het erover gehad, maar ik kan die beelden niet gewoon weggooien. Nee, van Yusri niet, Yusri gaat je pakken. Ja, hij gaat me pakken, hij gaat me opwachten op een parkeerplaats. Ja, Yusri. Dus,
Kijk even naar dit filmpje. Welcome to Warrior Code. Create an account now at warriorcode.com. Goed is geworden. Want ik, in de wedstrijd vond ik hem heel scherp eruit zien. Hij is in mijn ogen naar een bepaalde level gestegen. Hoe komt dat? Nou ja, dat komt in eerste instantie door Yusri zelf natuurlijk. Mm-hmm. Nee, we steken er veel werk in. Hij heeft het talent. We proberen hem goed gefocust te houden. Het is natuurlijk een iets ander spelletje als dat hij gewend is. Kickbox is, ik noem dat meer een werksport. Hè. Er is veel combineren, veel actie. Dit is veel meer timing gericht, snap je? Dus het is heel belangrijk, die concentratie is ook 5 minuten. Mm-hmm. Dus daar zijn we heel erg mee bezig altijd. En dat heeft hij vandaag echt perfect uitgevoerd. Hij was echt heel scherp, zag alles, was op tijd weg of instappen. Ja. Dat soort dingetjes, nou, die gingen perfect. Nou ja, toen maakte hij contact en toen was het gebeurd. Paaltje, we hadden natuurlijk veel meer verwacht. Ik had begrepen dat het een invalpartij was. Ja. Waar gaat Yusri nu naartoe? Ik bedoel, hij is nu op een LFL-vechter nu. Gaat nu wedstrijden draaien. Heeft hij dan een contract? Ja, nee. Hij heeft geen vast contract nu waar het over gaat. We willen nog misschien 1-2 van dit soort wedstrijdjes laten vechten. Nu was het een beetje inval. We hadden een andere jongen, die was wel. Dus, maar blij dat deze jongen toch gekomen is. Want, het is wel belangrijk dat hij aan de gang blijft. Ja, en nog 1-2 dit soort wedstrijdjes. We hebben natuurlijk via Pereira contact naar richting UFC. En of dat naar LFA wordt of hoe dat eruit gaat zien. Mm-hmm. Maar er zijn natuurlijk al lijntjes uitgezet. Mm-hmm. Dus dat is wel het idee. En nog even een paar van dit soort resultaatjes. 1-2. En dan kijken we. Dan kun je daar even naar kijken. Ja. Nee, die lijntjes zijn er wel uit hoor. Mm-hmm. Dus we hebben dat idee wel al in ons hoofd zitten. Okay. Maar goed, weet je, het is altijd leuk met dit soort dingen. Je kan van alles in je hoofd hebben. Je moet het eerst gaan doen. Want hoe lang begeleid jij Yusri nu? Nu? Ja, Yusri is in coronatijd bij ons gekomen. Ik was natuurlijk altijd kickbox trainer. Ja. Ik ben al een aantal jaar... Want jij bent aangenomen. Jij werkt met hem voor de striking. Voor striking, ja. Ik ben zeg maar nu een jaartje of 7-8 geleden echt in het MMA gedoken. Ja. Het striking gedeelte, grond moet je niet bij mij aankomen. Dus daar ben ik een beetje via Melvin Manhoef, die heeft me toen gevraagd of ik hem wilde helpen. Ja. Ben ik daar een beetje ingerold, toen Germaine, ben in Amerika geweest. Want jij begeleidt heel veel toppers. Jij hebt mij ook begeleid. Lang geleden, jongen. Hoe komt dat? Hoe komen ze dat ze allemaal bij Paultje Lamotte aankomen kloppen? Nou ja, weet je, ik bedoel, hoe komen ze dat ze bij Paultje Lamotte aankomen? Ik loop heel lang mee. Ja. Ik denk dat ik op een bepaalde manier een beetje verstand van heb. En de meeste mensen met wie ik werk zijn heel tevreden. Dus ze komen naar me toe. Het klinkt heel arrogant, zo bedoel ik het helemaal niet. Maar op de een of andere manier komen mensen naar me toe. Nou, gaat het wel goed, volgens mij. Dus, super. Dus, dankjewel. Blijf van Yusri werken, want ik zie nog naar. Leuk je weer te zien. Ja, ik ben zo lang niet gezien. Ja, jongen. Ja, we staan hier met Yusri Belgaroui. Yusri, je bent een topper. Je ziet er ook goed uit. Hè? Ik denk dat de vrouwen helemaal denken van hoe sexy body. Dat komt van de knapste man van Nederland. Dus, dat compliment. Thanks. Yusri, je hebt net je wedstrijd gevochten. Je bent nog helemaal warm van de wedstrijd. Hoe was de wedstrijd voor jou? Ja, was goed. Ik moest scherp beginnen. Er werd gezegd, hij is veel aan het shooten in de warming-up. Dus ik dacht, oké, daar gaat hij op focussen. En ik zag hem ook, hij kwam steeds ietsje dieper instappen. Zeg maar. Eerst een paar zwaai stoten. En toen kwam hij steeds ietsje dichter instappen. En toen hij weer instapte, dus één keer boven. Toen hij weer instapte, dacht ik, nu kom ik gewoon tegelijk. Dus was het een soort car crash, En helemaal gestrekt. Wordt de impact helemaal hard. Ja, toen ging hij neer. En normaal ga je dan nog even droppen in MMA. Maar hij deed het. Dus het was klaar. Hoe voelde dat moment dat je hem raakte? Wist je meteen van het is klaar? Ik hoorde een krak. Dus nee, ik wist niet dat het klaar was. Ik dacht, oké, dan ga ik hem nu op of zo, toch? Mm-hmm. Maar ik wist wel dat hij gaat zitten. Ja. Wat gaat er nu gebeuren? Ik bedoel, van, je zit nu bij LFL, je hebt nu je wedstrijd gedraaid. Het is, sommige mensen zeiden van nou, het gaat niet langer dan 2 minuten duren. Volgens mij heeft het ook niet langer dan 2 minuten geduurd. What's next?
kijk, de opties liggen een beetje open. Vanuit Abu Dhabi vragen ze of ik wil vechten. Mm. Alleen mijn plan is gewoon sowieso gericht op UFC. En ik begin langzaam een beetje die deuren te zien. Niet dat ze zo wagenwijd openstaan, er is nog een weg ernaartoe. Mm-hmm. Maar ik wil liever misschien hier in de buurt een beetje dat pad bewandelen. Mm-hmm. Niet weg van mijn familie, weer een week en zo. Het gaat toch allemaal om de UFC, snap je? Voor mij nu. Mm-hmm. Het gaat me er niet om bij zoveel mogelijk organisaties te vechten of om het geld überhaupt. Het gaat me gewoon om... Het is wel lekker als het geld lekker veel is, maar... Ja, nee, kijk, daar betalen ze meer bij Abu Dhabi. Maar ik heb nu ook de beslissing genomen om het hier te doen. Je moet ook je wedstrijdritme pakken. Het gaat mij nu gewoon daarom eigenlijk. Mm-hmm. Wedstrijdritme, ervaring, veel leren, vooral in de sportschool. En dan kijken zodra ik die opportunity voel. Gaat er nog ooit een moment zijn dat jij terug gaat komen in het staande gevecht, het kickboksen? Of is dat helemaal van het pad? Voor nu is dat wel van het pad, omdat ik moet me gewoon focussen op één ding. Ik ben nu 30, wel in mijn prime, zeg maar. Maar ik ben niet meer op een leeftijd dat ik kan zeggen, maar weet je, ik ga nog even dit en even dat. Dus gewoon super serieus hierop, volop. En dan kijken hoe ver ik daarmee kom. Ja, wat de toekomst brengt, weet je nooit, weet je. Zeker, ik hoop dat jouw dromen uitkomen. En ik zie jou aanstaande dinsdag. Ja, ik heb zin in. Hey. Hé, hey, wat vonden jullie van? Was cool toch? Ja, cool. Maar Yusri is ook een coole gast, man. En Raadje de cameraman was? Marinho. Ja. Marinho was gewoon cameraman. Ik ging interviewen. Ja. En het ging goed. En die andere dude, die ervoor was Pautje Lamotte. Maar dat hebben jullie gezien in de ja, hebben we ook een tijdje niet gezien, man. Pautje Lamotte, ja. Hij is een goede trainer. Ik heb vroeger ook met hem getraind. Ja, Ik heb nog met hem in de hoek gestaan. Toen Damien moest vechten, volgens mij. Ja, klopt. Jij en Damien. Ja. Nee, dus leuk gesprekje was dat. En Paul is een goede gast. Yusri ook. Dus wat vind je van dat hij zegt van hij gaat naar UFC en wil naar UFC? Kijk, hoe hij het zegt, klinkt het wel dat hij er echt goed over nadenkt en echt goed oppakt. Dus dat hij niet zomaar wil gaan vechten, snel naar Amerika, snel naar UFC, snel. Hij zegt ook van ja, hij wil gewoon hier, dicht bij huis, veel trainen, veel werk aan het grondwerk. Veel ervaring opdoen. En vanuit daar wil hij dan zeg maar zo ver mogelijk komen. Ja, en zo. Nee, doet hij goed. Ik denk dat hij moet blijven bouwen. Ja. Want het gaat nooit zo snel en het kan snel gaan, maar... Ja, hou er maar rekening mee dat het misschien nog een jaar, misschien anderhalf jaar of twee jaar bij dit soort dingen denk ik altijd van, je merkt pas hoe ver ze gaan komen en zo, als die tegenslagen zijn gekomen. Weet je, dan merk je echt van, oh, weet je. Ja, zo, want in het begin, wat zijn tegenstander, kende hem niet. Nee, en die was pas ingevlogen. Hij had hem wel goed gepakt, weet je. Dus hij zag er wel scherp uit, Yusri. 100%, zag er goed afgetraind uit. Dus, maar je moet pas... Pas als we dat zeg maar die tegenslagen, weet je. En we gaan het zien wanneer hij daar gearriveerd is. Of hij dat niveau heeft. Want weet je, het niveau daar is hoog. Je ziet het gewoon heel vaak met bepaalde mensen die van Infusion gaan naar Glory. Ja. Je ziet het van bepaalde mensen die van, weet ik veel, van Infusion naar ONE FC. Of zelfs van Glory naar ONE FC of andersom. Zo, weet je, dat zien ze in één keer, dan krijgen ze een pakje, dan komen ze gauw weer terug. Weet je, zo zie je het ook wel dat mensen van Bellator naar de UFC gaan. En dan zie je van weet je, of van een andere organisatie. Dat is gewoon hoog niveau. En dan moet je ook gewoon goed je handen hoog houden en je techniek uitvoeren, want anders krijg je pakkie. Ja, maar die stappen hoe hij doet, ik denk wel dat hij ver kan komen de manier hoe hij er nu over nadenkt. Dus ik hoop dat hij dat volhoudt. Ja, stap voor stap, maar we gaan het zien hoe hij het gaat doen. Van het weekend was UFC. Ja. Wat vond je ervan? Ik vond het wel vet, man. Maar fucking vet. Ja man, ik heb wel alleen die hoofdpartij gekeken. Ik heb alles gekeken. Heb je alles gekeken? Ja. Alles. Ja, maar vanaf de prelims. Volgens mij wij reden om, hoe laat reden we terug van Glory? Volgens mij 1 uur in de nacht of zo. Ja. Jij wilde gewoon niet gaan slapen. Nee. Jij komt van commentaar. Nee, om 2:30 ben ik nog wakker. Jongen. Ik wilde ten eerste die beelden hebben die jullie gingen schieten. Ja, jij wilde onze beelden hebben. Die wilde ik hebben. En... toen dacht ik van, als ik toch wakker ben, dan kan ik naar die prelims kijken, weet je. En later, toen ik wakker werd, daarna ben ik om
half vijf ben ik gaan slapen. Ja. Toen ik wakker werd, toen ben ik eigenlijk gewoon de hele show gaan kijken. Wow, of niet de hele show, maar de losse wedstrijd. Ja. Terugweg, ja, ik was natuurlijk met Monier. Ja, was een Fatou. Ja, was echt... toen jij ook belde, we konden eigenlijk zo'n podcast telefonisch doen. Toen we met z'n drie aan de telefoon zaten. Ja, volgens mij nog een... Drie kwartier of zo met jou aan de telefoon gezeten, ook echt terug naar Nederland. Maar weet je waarom? Kijk, ik zal jullie vertellen. Zij gaan daar naartoe als journalisten, zeg maar. Ze gaan een reportage doen. Ja. Maar ik heb één keer heb ik ze met z'n twee erop uitgestuurd. Met z'n twee heb ik ze op eruit gestuurd. Kijk, ik zou je eerlijk zeggen. Okay. Ik leen nooit mijn apparatuur uit. Nooit. Ik ben er zelf bij, weet je. Dan pas gaat het. Weet je, er gebeurt nooit wat bij mij. Ik laat nooit mijn camera's vallen. Of mijn telefoon, moet ik eerlijk zeggen, mijn telefoon laat ik wel eens af en toe vallen. Maar mijn camera's laat ik nooit vallen. Oké. Okay. Dus ik geef het mee aan Marinho en... Moet ik de naam noemen? Tuurlijk. Oh, ja. En Nikita. Ze gingen erop uit. Maar je weet, wanneer je iets kostbaar meegeeft... Ik ben zo, let erop, hè. Je zegt, wel oppassen, hè. Niet laten vallen. Maar ik had het nog een keer, toen ze onderweg waren, had ik zo opgebeld. Van, laat mijn spullen niet vallen. En dan krijg je dit zo. Nee, man, denk je dat wij het gaan laten vallen? Nee, man, Ik denk, oké, het zal wel goed komen. Ja. Ik weet niet hoe ze het geflikt hebben. Einde van de avond. Dus ik moest ook commentaar geven die dag. Einde van de avond bel ik ze op van, hoe is het gegaan? Hoor je Marinho zo. Ik heb goed nieuws en ik heb slecht nieuws. Ik denk, ja. Ik denk, het is klaar. Ik zou je eerlijk zeggen, het eerste wat ik dacht is van, ze hebben die beelden niet goed opgenomen, of het geluid was niet goed, of er was wat anders aan de hand. Yeah. Luister, ik krijg mijn camera gewoon in drieën terug. Ik weet niet hoe het kan in drie, lens daar, het geluid daar, het lag gewoon in drieën. En het grappige is, je hoort hoe Marinho lacht. Je hoort hij lacht. Luister, je hoort hij lacht. Dus ik rijd naar hem toe, we hadden volgens mij om 1 uur s'nachts of zo. Bij een benzinepomp afgesproken. Ik had Nikita snel ergens gedropt, want Nikita was vol zenuwen. Precies hoe hij nu lacht, stapt hij ook zo de auto uit. En dan moet hij gewoon iets kostbaar afgeven wat gewoon kapot is, wat gewoon geen waarde meer heeft. Ik denk van, mijn god, hoe flikken jullie? Het was echt zo. Gewoon een ding, gewoon in drieën. Nee. Ik ga de reden, want ik stapte uit. Alleen Remy wilde het maar niet geloven, want ik maak vaak grappen met Remy. Maar op een gegeven moment wist ik dat ik serieus was, maar toen ik aankwam, ik zag in zijn ogen dat hij nog steeds hoopte dat ik een grapje maakte. Want je wil dat diegene zegt... Maar had het zelf Je wil eigenlijk dat hij zegt, saik, of weet je, was een geintje. Ja. Ik denk, ineens krijg ik een doe die tas open. Maar hij gaf ons die spullen, maar je zegt 1000 keer. Niet laten vallen. Die man belt ons onderweg. Niet laten vallen. We werden helemaal moe. Ja, en toen... En hij gaat zeggen dat het daardoor is. Was Nikita. Hij gaat zeggen dat het daardoor is. Maar dat is spannend. Nee. Nu gingen ze weer erop uit. Met nieuw apparatuur. En dan... Echt nieuw, hè. Ik had een geluiddingetje gekocht. Ja, ik ga geen bedragen noemen, maar... Een duur apparaatje. Ik heb ze uitgelegd hoe het werkte. Hield mijn hart vast. Ik had een tasje erbij gekocht dat als die tas toch onverhoopt zou vallen, dat hij nog een soort beschermd is. Maar ik zeg, hang dat ding om je nek, zodat je hem niet af hoeft te doen. En, ze hebben het gewoon zonder problemen teruggebracht. Nee. Goed gedaan, jongen. Ja. Maar. Kijk naar dit filmpje. Check hem even uit. Ja, Marinho Gordon hier voor Warrior Code. We zijn aangekomen in Duitsland, Essen. Kijk eens aan, we gaan het beleven. Glory 83. Een paar goede matches op de kaart. Twee titelgevechten waarvan eentje jammer genoeg niet doorgaat. Almeida, een kilo te zwaar. Hoe kan dat nou? Juist Hero voor Glory. Maar ja, we hebben nog steeds Surinaamse trots. Donnegie Abena, die gaat wel weer voor de titel. Kijken wat het gaat worden. Ik neem jullie mee. Ik zie jullie straks binnen. Let's go! We'll be right back.
Goedenavond, Warrior Code hier. We staan met de mannen van Days Gym, natuurlijk. Hoe vonden jullie deze gala tot nu toe gaan? Moet je eerlijk zeggen, het viel me een beetje tegen. Een beetje mak. Makke partij, dat mijn mening. Ik heb wel leukere Glory evenementen meegemaakt, maar ik heb ook wel leuke partijen gezien, man. Ik heb dus al met al gewoon blij naar huis. Oké. Hoe heet hij ook? Ik ben even zijn naam kwijt, maar hij daagde Tijani uit. Wat vond je daarvan? Nee, geen pet, die Fransman. Bilal. Ja, kijk, weet je, het is fighting, begrijp je? Hij wil ook een stapje hoger, dus ik snap het. Ja, mee eens. Het is leuk dat ze nou genoemd wordt, weet je. Zo blijft hij ook scherp. En weten dat hij gewoon aan de bak moet blijven, want er zijn jongens die hem loeren. Maar denk je dat Bilal, wat je vanavond hebt gezien, dat het een match is? Nee, nog lang niet. Nee. Die moet nog even aan de bak. Ja. Nee, we moeten nog even wachten. Ja. Laten we nog maar een paar partijen vechten en dan kijken we verder. Ja. Maar dan gaan we naar 11 maart. Ja. Wat vind je daarvan? Want zoals je hoort, ze hypen het goed op. Het gevecht, titelgevecht natuurlijk. Het is altijd wel goed om op te hypen. Wat denk je daarvan? Hoe zijn jullie bezig met Tijani? Ja, we hebben een strak trainingsprogramma hebben voor hem. Hij vecht natuurlijk, wat ik veel mensen hoor zeggen, tegen de legend. Ik vind dat Tijani ook een legend is. Dus het is een legend tegen legend. Begrijp je? In Nederland, als we een Thai zien, hebben we meteen praten over legend. Begrijp je? Maar wat hebben wij zelf in huis? We hebben ook legends. 100% man. 100% mee eens. En we visualiseren elke dag. 11 maart, we trainen hard. Net als we de afgelopen partijen gedaan hebben. Dus voor ons niks nieuws. We gaan 11 maart gaan we gewoon weer knallen en we zijn ready. We waren gisteren eigenlijk al ready. Okay. Hebben jullie een speciale gameplan? Nou, wij doen eigenlijk altijd gewoon ons ding. Wij geloven echt gewoon in ons eigen ding. Natuurlijk kijken we naar de tegenstander. Naar wat hij kan. Maar we kijken vooral, denk ik, naar wat wij zelf kunnen. En ik denk dat hij rekening met ons moet gaan houden in plaats van andersom. En als je kijkt naar Tijani zelf, wat is het verschil tussen Tijani nu en, laten we zeggen, 2 jaar geleden? Ik vind hem completer, volwassener geworden. Eigenlijk, dat zijn de woorden. Completer en volwassener. Ik vind hem echt een volwassen vechter geworden. Toen was hij nog een kind en nu zie je echt dat hij echt een volwassen vechter aan het worden is. Zijn er nog dingen waarvan jullie denken van oké, weet je, hier moet hij nog echt aan werken? Kijk, ik denk sowieso dat iedere vechter aspect heeft waar hij aan moet blijven werken. Dus als we gewoon gaan kijken naar Tijani in het algemeen, merken we gewoon dat wat Milton net zegt, dat hij veel completer geworden is en sterker ook dan voorheen. Maar goed, we zijn er nog lang niet. Dus waar we eigenlijk mee bezig zijn, die route gaan we gewoon voorttrekken en... We zijn bezig iedere dag, keihard. Oké. Nou ja, mooi. Jullie zien, Tijani wordt ook alleen maar bezet gehouden. Ja. Bezat-ie. Dus, bestaat hij. Ja, dus nee. Maar ja, weet je, we kijken uit naar, waar is het? Rotterdam, hè? In Rotterdam, we kijken uit. En hopen dat jullie succes zullen boeken daar. Ja. Is goed. Thanks, man. Yes. Nou, Nabil, je hebt je wedstrijd gewonnen. Hoe ging die volgens jou? Het ging wel goed. Ging wel goed. Wel op een aanmerking natuurlijk, maar het ging wel goed. Ja, je gaf al aan in de ring. Je luisterde niet goed naar je coach, zei je. Wat schreeuwde hij? Wat moest je beter doen? Ja, gewoon afronden die benen natuurlijk. Die benen, dan kom je weer lekker in het spel. Dan kan je weer hoog-laag werken. En drukken ging goed en het ging voor de rest wel goed, zeker. Ja, ik zag het inderdaad, want je drukte wel. Je drukte goed, dat bleef je goed doen. Alleen ja, je eindigde inderdaad niet met die trappen. Weet je, en vooral bij jullie gym, Saïd, veel technisch, veel low kick. Dus, je stond tegen een grote kerel. Ja, bodybuilder. Ja, ik heb altijd tegen grote kerels gestaan, dus ik sta er niet zo versteld van.
Ja, je drukte hem goed vaak. Je drukte hem vaak naar achter. Goed naar achter. Zelf heeft hij je weinig geraakt. Wat vond je van zijn techniek? Ik denk dat ik hem niet in zijn spel heb laten komen. Dat is wat ik denk. En dat probeer ik ook meestal te doen, zeg maar. Dus mensen uit hun spel halen en daarop anticiperen. Dus dat ging wel goed. Hoe was je voorbereiding, de training en zo? Want je hebt natuurlijk, lijkt de SB Gym lijkt ineens een Walhalla voor alle die topvechters. Die gaan allemaal naar SB Gym. Een paar ook volgens mij van Mike's Gym. Hoe gaat het daaraan toe met het sparren en dergelijke? Ja, gaat goed, man. Dat is, we zijn naar Thailand gegaan. Ik heb 3,5 weken in Thailand besteed. Keihard trainen, man. Dat is, je wordt een beest van. Ja. Okay, what's next? Wat staat op het programma? Wat zou jij willen? Ik heb Robbie net gesproken en zo snel mogelijk weer, man. Ik heb geen schade, ik heb niks. En ik wil gewoon in die ranking komen. Dat is mijn doel. En van daaruit kijken we weer verder. Wat vond je verder van de rest van de gevechten en de gala? Voor wat je hebt meegekregen? Vond je het wel leuk, ja. Ik vond het wel leuk gala. Goeie gala. Volgens mij ben je ik heb die wedstrijd van BNA teamgroot natuurlijk gekeken. En gewonnen. Is niet de belthouder. Wel jammer natuurlijk hoe het gegaan is. Snee in de been, maar is ook part of the job. Ja, inderdaad. Schade is schade. En als je niet verder kan, dan heb je gewoon verloren. Maar als het goed is, de eerste titel hè, voor SB Gym. Glory titel. Ja, glory titel. Ik moet het goed zeggen, hè? Ja, glory titel. We hebben Ilis Anachi, die had al 3 one championship titels. Dus eerste glory titel voor SB Gym. Dus dat is wel tof. De kampioen Tijani. Hoe vond je deze evenement? Ja, het was een leuk evenement. Ik heb genoten met mijn team en het was leuk. Ja. Ja, ik zag het, want je was met je trainers en nog teamgenoten en zo zag ik. Ik zag jullie genieten. Je kwam vaak in beeld. Ja, ineens hè? Ja, ineens. Nee, ja. Blijkbaar gebeurt dat als je kampioen bent. Ja, je weet, als je kampioen bent, heb je die target op je rug. Wat vond je van, even kijken, hoe heet die? Bullet. Die, hij vond... Hij daagt je uit, als het ware. Ja, dat vinden ze allemaal. Ja, ze praten allemaal. En ze hebben altijd allemaal wat te zeggen, snap je? Zelfs als ze er nog niet klaar voor zijn. Maar ik snap het ook wel. Ze zijn vechters, ze hebben ambities. Dus ja, ik prik daar een beetje doorheen. Kijk, ja. Denk je dat die beleder er klaar voor is? Denk je zelf? Nee. Nou, ik vroeg je trainers net en die zeiden ook van nou, als hij zo vecht moet hij nog even wachten. Dus okay. Hoe gaat je voorbereiding voor volgend maand, 11 maart? Nee, mijn voorbereiding gaat uitstekend. Ik mag niet klagen, ligt goed op schema. Dus ik zit er lekker in eigenlijk. Ja. Okay, ja, je trainers die zeggen ook, zit er goed in, je bent gegroeid, sterker geworden. Wat is het verschil tussen Tijani nu en Tijani 2-3 jaar geleden? Nou, sowieso volwassener geworden, volwassener in mijn vechten. Dus ja, dat is sowieso iets wat jullie zeker terug gaan zien. En ik werk nu, denk ik, 3 jaar samen nu met Deon. Tijd gaat snel, ja. 3 jaar werk ik nu al samen met hem, met Deon en Milton samen. En die combinatie is goud. En ik merk gewoon dat ik elke training groei. En ja, dat is gewoon... Ik heb gewoon ook eigenlijk elke keer zin om gewoon naar de training te gaan, omdat ik weet dat ik beter word. Dus dat is gewoon leuk om ook te ervaren. Ja. Oké, en volgend maand zijn we natuurlijk Rotterdam. Zijn we dicht bij huis. Neem aan dat je veel fans zullen natuurlijk ook voor jou zijn. Wat heb je te zeggen tegen je fans voor volgend maand? Nou, tegen mijn fans heb ik zeker te zeggen, 11 maart, Topsportcentrum Rotterdam. Kom allemaal kijken, kom mij supporten. Ik kan jullie support zeker gebruiken. En we gaan even laten zien wie de baas is. En dat de belt in Nederland blijft. En sowieso ook een aparte shout-out naar alle Marokkanen. Kom naar Rotterdam. Laten we Topsportcentrum Rotterdam op zijn kop zetten. Ik sta hier met Robin Siers. Robin, hoe voel je? Ik voel me supergoed. We hebben de winst binnengehaald, dus dat is het belangrijkste. En nu gaan we met een volle aangevoel naar huis. Hoe ging de wedstrijd volgens jou? De wedstrijd ging goed. Tweede en derde ronde begon ik meer mezelf te voelen. De eerste ronde was het wat meer aftasten. Op het begin was het toch even kijken van wie is Jos en wat is zijn stijl. En de tweede en derde ronde voelde ik dat ik overhand begon te nemen. Waardoor ik ook de tweede en derde ronde zeker naar me toe trok. Ja, want eerste ronde dacht ik van zo, want die van Belsen zag er sterk uit. Hij ging echt naar voren. Ik dacht, hij was ook lekker aan het bewegen. Dus ik dacht van nou,
als het zo doorgaat, dan, dan red je het niet. Maar ja, inderdaad, wat je zegt, tweede en derde ronde. Groeide je echt erin en dan deed je echt je ding. Voelde jij dat ook zo? Ja, ik wil nog even inhaken op datgene van bewegen wat je net zei. Bewegen krijg je geen punten mee. Ja, maar het vechten moeten doen. En de rakenstoten kwamen dit keer van mijn kant. Tweede en derde ronde zag je duidelijk wie er raakte en zuivere stoten raakte. Wat bij hem totaal niet het geval was, waardoor ik ook de winst zeker naar me toe trok. Ja. Okay. Ja, maar het eerste ronde met de bewegen, bijvoorbeeld, hij zag er heel fit uit. Alsof hij geen schade had, ook in de laatste 10, 30 seconden van de eerste ronde. Dat is wat jij zag, hè? Ja, dat is wat ik zag. Ja. Ik voelde iets heel anders. Ik voelde hem eigenlijk wel aftakelen. Eind de eerste ronde was het wat minder. En begin tweede ronde voel je dat het steeds minder werd van zijn kant. En dan zag je in de derde ronde zag je wat er gebeurde. Hij was gewoon compleet leeg. Ja, tweede, derde ronde, dat was ja, dat, alle twee voor jou. Alle tweede rondes, duidelijk voor jou. Oké, en nu? Next step, wat Glory me brengt. Een top 10 vechter, maakt mij niet uit wie het is. Zolang we maar lekker kunnen vechten. Ja, is mijn passie, is mijn hobby, is mijn werk. En dat is wat ik het liefste doe. En wat is het verschil nu tussen, of tenminste ik weet wel hoor, het verschil tussen je eerste wedstrijd tegen Jay Overmeer. Leek het alsof je ja, een beetje verrast werd door van alles en nog wat, misschien de ambiance en dergelijke. Is het nu dat je wat meer gewend bent om ja, op dit podium te staan? Nou ja, kijk, je moet zo kijken. Het was mijn eerste partij die ik bij Glory vocht. Hè? Dus ik kwam vanuit Infusion. En om dan gelijk van, tegen de rank 4 te staan van Glory is een hele grote stap. Natuurlijk ga ik niemand uit de weg. En misschien had ik iets bewuster moeten nadenken bij dat. Maar ik ga geen tegenstander uit de weg. Ik heb een goed zelfvertrouwen. En ook die wedstrijd gingen we vol zelfvertrouwen erin. Alleen was hetgene wat daarnaast gebeurde allemaal was gewoon niet voorbestemd voor mij. Omdat ik ziek ben geweest en ik had van alles aan mijn hoofd. Dus ik kan het wel vaak genoeg zeggen, maar het zat gewoon niet mee, die partij. Nee. Ja, soms heb je dagen, dan loopt het gewoon niet zoals hoe je zelf zou willen. Maar je hebt het gevoel, net zoals hoe je nu in je rondes bent gaan groeien, dat je ook zo gaat groeien in je Glory-wedstrijden? Ja, elke partij groei ik steeds meer. Ik voelde deze partij, voel ik steeds meer mezelf terugkomen. En ik hoop in de toekomst dat bij de volgende partij echt mezelf te kunnen laten zien. En is het de volgende wedstrijd niet, dan is die wedstrijd erna. Elke wedstrijd gaan we groeien en... Dit is allemaal een journey. We gaan allemaal deze reis meemaken. En soms is het interessant wat er allemaal bij komt kijken. Ja, je begint nu een naam te worden natuurlijk binnen Glory. Dat wil je natuurlijk gaan vasthouden. Dus ja, we kijken uit naar je volgende partij. Hoe was het evenement? Hoe vond je dat zelf? Ik vond het een super vet evenement. Ja, zeker. Goed geregeld. Goed geregeld tot in de puntjes. Kleedkamers werden we goed overal heen gebracht. En alles was duidelijk. Alles was goed vooraf geregeld, de handschoenen en alles. Dus ja, je kon met een gerust hoofd kon je aan de voorbereiding beginnen. Ja. Welk gevecht heb je zelf een beetje kunnen zien of is een beetje bijgebleven of heb je weinig meegekregen? Nee, ik heb weinig meegekregen van de wedstrijd zelf. Ik heb lekker gerelaxed, lekker genoten van mijn winstpartij. Lekker even relaxed, even in de kleedkamer en alles van me af laten vallen. He is the best fighter in the division. I want to fight the best fighter in the division to become the best fighter in the division. So let's do the stare down right now. I think it's the most logical fight to make, so I think everybody agrees. Yes. If somebody doesn't agree, can stand up now. No? Okay. Yeah, thank you for coming, and I hope you enjoyed the fights, and I'm pretty sure you will enjoy this fight for sure. Thank you. Hoe ging je gevecht vandaag? Mijn gevecht ging goed. We moesten een paar aanpassingen plegen in het gevecht, maar het... Ja, win small, win big, still a win. En ik heb de winst weten binnen te slepen, dus het was een goed gevecht, man.
We komen straks even terug op de stare-down van net, die toevallig plaatsvond. Maar ik zag je ook, je switchte naar Southpaw. Waarom was dat? Omdat ik een beetje last had van mijn kuit. Hij gaf me een paar goede calf kicks. Dus in de eerste ronde dacht ik van, wow, okay, ik gaf een paar terug. Maar van hem hadden meer effect dan die van mij op hem. Dus vanaf die switch naar Southpaw. En het kwam me beter uit. Ik zie dat hij daarmee moeite had. En ik kon beter in mijn spel komen op zo'n manier. Had je al berekend, want je hebt natuurlijk, had je al gezien dat hij, hij bracht natuurlijk schade toe aan je been. Heb je getraind op die Southpaw? Of was dat gewoon in de wedstrijd dat je kwam van, oké, ik ga Southpaw? Ik zeg je eerlijk, de dag dat ik gewicht moest maken, deed ik misschien 1 of 2 rondjes een beetje in Southpaw. Maar van mezelf, ik kan wel Southpaw vechten, maar niet zo goed als ik linksvoor sta, je weet toch. Ja, het was gewoon een gevecht wat ik zo moest winnen eigenlijk. En het was geen slechte keuze om zo op te staan, want het ging lekker. Je weet, ik kon wel iets meer doen, maar het is wat het is. Want je bent technisch echt vaardig. Ik denk, de meest technische vechter gewoon. Maar je Southpaw had ik je nog nooit echt zo zien vechten in wedstrijden. Dus daarom dacht ik, misschien heb je het getraind. Want die Southpaw ging je gewoon makkelijk af nu. Ja toch, ik kan, dat zei ik toch. In de sparren sta ik ook af en toe Southpaw. En als ik pads ook. Dus, maar niet dat het echt specifiek gameplan was voor deze kamp of voor deze tegenstander. Dus dat was wel een beetje anders. En je moet het gewoon kunnen doen als prof. Je weet toch, je moet aanpassingen kunnen plegen in de ring tijdens het gevecht. En dan gewoon doorgaan daarmee. Ja toch. En wat vond je van, want Serkan die kwam ineens en die is al heel lang beer-target. Nou, als je kampioen bent, ben je sowieso target. Dat zonder meer. Maar wat vond je van zijn wedstrijd vandaag? Ik heb het eerlijk gezegd niet gezien. Ik heb volgens mij die knockout heb ik wel gezien. Was weer een linker cross, dus een linker slaapbeer, zoals hij het zelf noemt. Ja. Dus voor de rest, ik heb het gevecht echt niet gezien. Dus ik, als ik thuis ben, even op Videoland en dan kijk ik even terug. Nee. Maar wat vind je van Serkan zelf als zijn vechtstijl, zijn tegenstander houdt ervan om snel naar voren te komen? Wat vind je van zijn stijl ten opzichte van jouw stijl? Zijn stijl ten opzichte van mijn stijl, ja, is een groot verschil. Wat je zelf zegt, hij drukt naar voren, hij komt voor de knockout, hij komt voor de harde stoot en zo. Maar ik denk dat hij in een lastige situatie komt te staan als hij tegenover mij staat. Maar we zien het wel als ik tegenover hem sta, hoe hij gaat doen en hoe ik ga doen. Maar ik zit vol vertrouwen dat ik de winst mee naar huis neem. En wat natuurlijk heel mooi is voor mij, voor Remy Bonjasky, een Ernesto Hoos, een Abena, is natuurlijk de Surinaamse vlag. Die staat voor miljoenen mensen, zeg maar, bij Glory. Wat vind je daarvan? Voel je daar druk van? Of vind je het alleen maar een eer? Je zet Suriname echt op de kaart. Er zijn veel Surinamers. Dus ja, elke Surinamer is wel trots op je. Wat heb je tegen hun te zeggen en wat vind je daarvan? Wat ik tegen hun te zeggen heb, is van, mijn naam is echt een Surinaam man, dat weet je toch. Dus die mij komen, ik kon dan vragen altijd, meer represent, ik kon er altijd, dat weet je toch. Dus voor de meeste mensen, misschien verstaan jullie me niet, maar mijn naam is Jaja Surinaam man, en we zijn represent, ik kon er alle principe midden, woes. Oké, mooi man, je loopt zo. Oké, nou, we hopen je snel weer te zien natuurlijk. Hopen dat je voeten snel geneest. Ja, dus dan ben je alweer van de partij. Oké, wie loopt zo? Nou, is goed. Thanks, ja. We staan hier met Serkan. Nogmaals, gefeliciteerd. Dankjewel. Je hebt het weer geflikt. Dankjewel. Ja, hoe ging de wedstrijd volgens jou? De wedstrijd ging uitstekend. Ik heb elke wedstrijd probeer ik weer stappen te maken. Elke wedstrijd probeer ik mezelf te verbeteren. En het verbeterpunt deze wedstrijd was dat ik meer de rust heb bewaard. Kalm was. En zag waar de openingen lagen. En ik zag die rechter direct naar me toe komen. Ik gooide de linker pil eroverheen. En het was gedaan. Ja, in de tweede ronde al. Dus dat je snel... Ronde. Ja, zeker weten. Het was in de tweede ronde. Ik ben blij met het resultaat. Ja. Wat ik zag, je had hem al een keer, had je hem al goed geraakt? Normaal gesproken, de Serkan die ik ken, die rost er dan op af en het begint helemaal los te gaan. Ik zag dat je dit keer echt wat kalmer was. Dus daar heb je echt op getraind? Ja, dat is waar we zeker op hebben getraind. En zoals ik al zei, ik probeer stappen te maken. Je hoeft niet, natuurlijk, iedereen wil een knockout zien. Alleen iedereen wil een Serkan zien die hard aan de slag gaat. Maar voor mij was het belangrijk om deze wedstrijd stappen te maken en het rustig blijven. En dat is wat we zeker hebben gedaan. En Mike zei het ook in de hoek, blijf rustig. Hij komt hem vanzelf halen. En hij is hem ook zelf komen halen. Ja. En... Doordat je zo rustig bleef, ben je ook zelf helemaal echt ongedeerd gebleven, lijkt mij. Of heb je wel wat...
Nee, ik heb helemaal niks. Ik ben ongedeerd gebleven. En dat is zeker weten, je hebt helemaal gelijk. Ik heb de rust bewaard en dat is in mijn voordeel gaan werken. Zijn er nog bepaalde dingen waar je aan moet gaan werken of waar je aan wilt gaan werken voordat we op het volgende komen? Je weet wel waar ik naartoe wil gaan straks. Ja, natuurlijk. Je wilt naar de titelpartij gaan, je wilt naar Donovan Wissen gaan. Dat is een complete vechter en ik denk dat er altijd wat valt te halen op het kickboksen. Ik ben niet de meest technische, maar als ik je raak, dan ga je. Dus ik probeer op elk gebied, op technisch gebied, ook op kracht, op power, zelfs op souplesse, op elk gebied probeer ik mezelf vooruit te branden. Dus er valt altijd veel te halen. Er valt altijd heel veel te leren. En elke dag leer ik steeds meer en meer. Nou, wat heel mooi was, is... ik weet niet hoe je dat hebt voorbereid, maar voordat je opkwam, nog een stukje over natuurlijk wat er is gebeurd in Turkije. Hoe heeft dat parten gespeeld in de voorbereidingen en alles, de weg hier naartoe? Kijk, het heeft plaatsgevonden in de laatste week van mijn voorbereiding. Dat is natuurlijk een belangrijk gedeelte van je voorbereiding. De wedstrijd komt, het is fight week, je moet gaan bossen. Alleen, het nieuws was zwaar, man. Het nieuws was echt zwaar, het kwam hard binnen. Ik heb gelukkig geen familieleden die direct zijn geraakt. Ik heb wel vrienden waarvan echt familieleden zijn overleden. Het heeft me echt hard geraakt, man. Dat is ook hoe ik deze wedstrijd in ben gegaan. Ik heb mijn focus behouden. Ik heb de krachten meegenomen. En deze wedstrijd is voor hun. Oké, dat is hartstikke mooi. En daarom zo zie je ook, man, want jullie hadden net een stare down. Het was heel intensief. Jullie hebben elkaar wel netjes de handen geschud. Dat is natuurlijk heel mooi, want zo zie je maar ook eigenlijk. Kijk, het is sportief, maar er zijn veel belangrijke dingen in de wereld, zoals wat er in je thuisland gebeurt. Tuurlijk, dit soort dingen zijn heel erg belangrijk. Er is een moment voor dat. En er zijn natuurlijk momenten voor een stare down. En ik kreeg daarna gewoon een box van mijn Misabi toch. Hij kreeg hem gewoon van me. Nogmaals, het is niet persoonlijk. Hij is de beste in de divisie. Hij draagt die riem om zijn middel. Die wil ik om mijn middel hebben. Dus ik moet knokken. Ja, ik denk dat het voor hem ook is. Want op Almeida daarna ben jij natuurlijk de waardige tegenstander die hij ook wil hebben. Want ik denk dat hij ook gewoon tegen de beste wil vechten. En op dit moment zal jij dat zijn. Kijk, ik heb heel de divisie al gehad. En hij heeft ook heel de divisie al gehad. We hebben alleen nog niet tegen elkaar gevochten. Dus dat is de meest logische stap. Donovan Wissen tegen Serkan Özcalian. Dus dat is wat komen gaat. Ja, Warrior Code. Jammer. Ik zei het nog. Breng de druk. Want diamanten worden gemaakt onder druk. Dus ik denk dat ik jullie niet heb teleurgesteld. Zeker niet. Ja, je weet, Remy heeft al gezegd. Deze man heeft teksten. Mooi boy Abena. Het mooie ervan vind ik, los van partijen en al dat soort dingen, er staan hier nu twee Surinamers. Alle twee hebben de titel, weet je, en je hebt ervoor gestreden. Ik ken jou van way back. Hoe oud ben je eigenlijk? 24. Ja, 24, hè? 24. Dus dat betekent, want volgens mij, ik geloof 5 jaar geleden of zo, je hebt in Roemenië samen met een vechter van ons, tegen Stoika. Dus dan was je eigenlijk al... Was je pas 19, 20 jaar? Klopt, ik was echt jong. Ik was echt jong, ja. En toen won je ook al van Tavares? Klopt. Ik heb heel veel namen van verslagen in de afgelopen jaren. Ik denk, tenminste zelf als ik zo kijk naar de divisie en zo, en jij in Glory. Ik denk dat je niet eens onderschat wordt, want je bent al gewoon een gerenommeerde naam. Je staat er al, Glory bouwt al op jou. Maar toch lijkt het een beetje alsof je niet onderschat wordt. Maar mensen vergissen zich hoe jong jij eigenlijk bent. Klopt. Veel mensen vergeten dat ik tegen Barrera fucking tof stond toen ik 21 was. Gewoon denk ik door mijn uiterlijk, dat ze dat soms vergeten. Maar de jongens in de divisie zijn goed. Ze kunnen allemaal vechten. Maar nu ben ik degene... Aan de top van de berg. Zo is het. En ze moeten naar jou toe. Hoe ging de wedstrijd volgens jou? Ja, ging wel oké. Ik heb hem voor het grootste gedeelte van de gameplan gehouden. Af en toe kon het nog iets meer. Voor mijn gevoel. Maar ik moet het zelf even terugkijken. En dan ga ik zien wat voor verbeterpunten ik nog kan maken in de toekomst. Maar voor nu ben ik gewoon blij. Ik heb gewonnen. Ik heb de belt. Dat stond bovenaan mijn bucketlist. En nu is het gewoon kijken wie er naar voren wordt geschoven.
Ja, je hebt schade toegebracht. En je weet, als je schade toebrengt en tegenstander kan niet verder, heb je gewoon gewonnen. Als ik puur naar de wedstrijd keek, leek het net of je wel net iets meer kon trappen, maar het ging echt gelijk op. Je kon echt niet zeggen van, oké, nou, die stond voor of die stond voor. Dus het zag er gewoon goed uit. Het was een goede partij, goede tegenstander. Zo horen die wedstrijden ook te gaan. Want als je walk-over hebt, terwijl je voor de belt vecht, ja, dat moet hem niet zijn. Dus nu heb je hem ook echt verdiend. Dus je mag er ook echt van genieten. Je mag ook echt trots op jezelf zijn. Wij als Surinaam zijn natuurlijk ook trots op je. Ja. Wat is het volgende, denk je? Kijk wat Glody zegt. Ik had de fans gevraagd. We zeggen Tavares. Ik heb zelf eigenlijk Fakitov in mijn hoofd. Omdat hij toch wel de meest intelligente vechter is tegen wie ik heb gestaan. En de rematch tussen ons gaat van een ander niveau zijn. En hij is echt een uitdaging. En voor de rest, er zijn nog heel veel goede vechters in de divisie. Heel veel opkomende jongens. Die wel ouder zijn. Maar ze zijn nog steeds wel opkomend. Want ze hebben hun naam nog niet echt gedrukt op de divisie. Dus nu is het even rusten, kort. En dan gaan we toch de gym in. Kijken naar verbeterpunten. Want ik weet, mensen gaan me proberen op te jagen. En ik wil deze belt zo lang mogelijk bij ons houden. Zo lang mogelijk in Utrecht houden. Zo lang mogelijk in Suriname houden. Dus daar gaan we niet voor. Oké, mooi, mooi. Je hebt het al gezegd, je divisie. Het lijkt net of jullie divisie, die min 95, ja, dat wordt echt een... Jullie zijn lid, helemaal als je het vergelijkt met die zwaargewichten. Bij die zwaargewichten heb je misschien 2, 3, weet je, 4 misschien. Maar bij jullie komen er echt veel aan. Want ik heb gehoord, hoe heet die, Nordin, Mahdin, die gaat ook naar die min 95. Klopt, dat gaat volgende maand. Echt snel. Dus jullie divisie wordt nogal wat. Alleen wat niet meer afgepakt kan worden, is dat jij je belt hebt. Klopt. Ik heb geschiedenis geschreven. Wat al die vechters ook denken, wat ze allemaal zeggen in de media, maakt allemaal niet meer uit. Want ik heb nu de belt, ik ben nu de kampioen. En we gaan hem zo lang mogelijk hier houden. Sowieso, sowieso. Ik hoop het ook zo lang mogelijk zo om je schouder te zien. Samen met onze grote vriend daarnaast, Donovan. En dat jullie Suriname hoog op de kaart mogen houden. Ik ga mijn best doen. Ja, thanks man. Zo lobby. En een grote shout-out naar Deon, de Silent Killer van Bojanski Academy. Shout-out naar jou. Hey, leuk filmpje, hè? Je kan het wel. Ja, sowieso. Je kan het wel, samen met Mounir. Samen met Mounir. Mounir is goed, Mounir is cameraman. Laten we het even teruggaan naar de weging. De weging vindt plaats. Ja. De meeste op gewicht. Voor mij op 2 of 3 na. Ja. We gaan in elk geval 2 eruit halen. Ja. Waarvan ik zeg van, ja, je bent nu op het hoogste niveau. Wat doe je daar? Ja. Dan kom je gewoon op de weging, Lutherbach. In principe een goede vechter. Ja. Heeft de laatste keer in Glory heeft hij goed laten zien wat hij kan. Ja. Zijn stoten, zijn trappen en alles erop en eraan. Goed gedaan. Ja. Maar wat hij hier nu laat zien door te zwaar op de weging aan te komen. Ja. Vervolgens krijg je een tijd om af te vallen. Ja. Dat lukt hem voor een gedeelte, maar niet genoeg. Nee. Dat weight cutten moet ze afschaffen. Ja, ze moeten net zo doen als bij ONE FC. Waar ze nog een keer gaan checken wat je vochtgehalte is. Oh ja? Bij ONE FC checken ze dat. Ja. Volgens mij 2, 3 dagen van tevoren. Ja. En vlak voor de wedstrijd. Ja. Ja, want die weight cut, volgens mij, het is ook echt niet goed, man. Kan nooit goed zijn voor je lichaam. Nee, man. Een week van tevoren weeg je nog, laat zeggen, 80 kilo. Ja. En op de dag van de weging weeg je 70 kilo. En volgende dag, voor de dag van de wedstrijd, weeg je gewoon weer 80 kilo. Ja, daar klopt niks van. Nee, daar klopt niks van. Nee. Dat is eigenlijk een beetje cheaten. Ja, maar dat is sowieso al erg. Maar, hoe heet die? Almeida. Dat was belachelijk. Ja, dat kan gewoon niet. Dat kan gewoon echt dat niet. Dat kan gewoon niet. Want het is het titel. Ja, misschien moeten we dit in Portugees vertalen. Het kan niet. No. Ja. Nee, maar dat is, weet je. Weet je wat het is? Ook voor wissen. Voor wissen is het toch gewoon ook gewoon KUT. Weet je, sowieso. Je staat daar gewoon op het hoogste podium. Ja. Je mag niet voor de titel. Hij had er een of andere interview gehouden. Ja, waar hij jankend op de tv was. Ja. Met die belt en bla bla bla. Omdat hij emotioneel werd van nu is het moment eigenlijk aangebroken dat ik voor de titel kan.
Dat is toch gaar? Je is gaar, ja. Ja, en dan ben je nog te zwaar. Ja, nee, dat is... Nee, ja, maar dat, ja, ik vind dat niet kunnen. Dat is echt erg. Moet niet kunnen. Ook voor de jonge vechters, jonge jongens of meisjes. Ja. Luister, als je op dat podium zit, moet het gewoon kloppen. En dan moet je gewoon professioneel lezen. Ja, gewoon professioneel. En ik vind gewoon dat ze eigenlijk gewoon... Ja, ik hoop dat ze gewoon geld eraf halen van zijn gaasje. Want hij heeft uiteindelijk wel gevochten. Ja. Geld van zijn gaasje afhalen, want dat kan gewoon niet. Ja, kan niet. Ja. Ja. Weging gehad. Was prima, was niks spectaculairs gebeurd daar. We gaan even naar de eerste wedstrijd. Jos van Belzen tegen Robin Sirić. Yeah. Wat vond je van die wedstrijd? Robin. Grappig. Wat lach je. Ik had Robin geïnterviewd. Ja. Oké. Maar, kijk, wij zaten natuurlijk bij de pers. Ja. Net iets te ver. We zaten niet heel lekker, Guus. Dus, is dat niet heel lekker. Dus, oké, we keken die wedstrijden. Dus, ja. Oké, nadat alles voorbij is, weet je, dus ik ging Robin interviewen. Weet je, ik zeg tegen Robin van nee, ja, weet je, gefeliciteerd, weet je, goede wedstrijd, bla, bla, bla. En ik zeg tegen hem van, maar ik vond de eerste ronde... Ja, kijk even naar het beeld. Ja, want de eerste ronde dacht ik van zo, want die van Belzen, ja, zag er sterk uit. Hij ging echt naar voren. Ik dacht, hij was ook lekker aan het bewegen. Dus ik dacht van nou, als het zo doorgaat, dan red je het niet. Maar ja, inderdaad, wat je zegt, tweede en derde ronde. Groeide je echt erin en dan deed je echt je ding. Voelde jij dat ook zo? Ja, ik wil nog even inhaken op datgene van bewegen wat je net zei. Bewegen krijg je geen punten mee. Ja, maar het vechten moeten doen. En de rakenstoten kwamen dit keer van mijn kant. Tweede en derde ronde zag je duidelijk wie er raakte en zuivere stoten raakte. Wat bij hem totaal niet het geval was, waardoor ik ook de winst zeker naar me toe trok. Ja. Okay. Ja, maar het eerste ronde met de beweging, hij zag er heel fit uit. Alsof hij geen schade had, ook in de laatste 10, 30 seconden van de eerste ronde. Dat is wat jij zag, hè? Ja, dat is wat ik zag. Ja. Ik voelde iets heel anders. Wat vonden jullie ervan? Ja. Ja, ik had gelijk eigenlijk. Ja, want ik dacht, oh, misschien heb ik het verkeerd gezien. Het zat een beetje ver. Ja. Dus maar de volgende dag kon ik alles rustig thuis terugkijken. Ja, ja. Ah, die van Belzen was gewoon goed bezig, goed bewegen. Stoot, trap, goed bewegen. Die Robin, hij kwam niet aan de bak. Hij kwam niet aan de bak. Kijk, ik weet nou niet, kijk, want het leek in mijn ogen alsof van Belzen, was het conditioneel? Ja, in de tweede ronde. Hè? In de tweede ronde leek hij omlaag. Snel omlaag te gaan. In die eerste ronde was hij heer en meester. Ja, ja. Heer en meester. Dat vond ik ook. Dus Robin kwam niet in zijn spel. Nee. Maar omdat hij zo'n hoge druk zette. En misschien omdat hij zoveel tempo maakte van Belzen. Want hij had constant antwoord erop. Ja. Misschien was daarna gewoon een beetje de koek op. Ja, ja. Maar in zijn vorige wedstrijd was die koek niet op. Toen ging hij drie rondes lang van Belzen zo door. Ja, ja, ja. Toen was hij ook heer en meester daar. Maar nu was hij heer, dus, maar niet meester. Okay. Kijk, wat die Robin wel terecht zei. Zeg, van bewegen krijg je geen punten. Maar ik bedoel met bewegen. Ja. Hij was vers, conditioneel. Ja. Stoot, trap, wegbewegen en zo. Ja, dus, ja. Maar oké. Tweede en derde ronde was Robin gewoon toen kwam hij in zijn spel. Ja. Of van Belzen liet het toe. Dat kan ook natuurlijk. Want ja. Je kan, als je gewonnen hebt, kan je heel makkelijk zeggen, ja, ik was mijn eerste ronde aan het bekijken. Ja. En toen ging ik hem raken. En toen kreeg ik uit mijn hoek te horen dat en dat en dat. Ja. Je kan het altijd mooier praten. Ja, ja. Maar het is of de ene laat het toe, of de andere is net beter geworden. Of heeft het gezien, weet je, en hij moest gas geven. Dus ja, je weet het eigenlijk nooit precies. Maar ik vond het jammer ook voor van Belzen. Ja, het was jammer voor Van Belzen, maar wel terecht van Robin, want die was gewoon technisch goed. Ja. Hij was technisch goed. En ik denk ook, want dat zei zijn eerste wedstrijd had hij natuurlijk verloren tegen Jay Overmeer. Ja. En daar werd hij ook echt helemaal overklast. Ja. Maar het lijkt ook een beetje, misschien was het allemaal nieuw voor hem. Weet je? Het is net zoals nu. Kijk, nu is het toch tweede keer Gloria, hij is wat meer gewend. Ja. En nu weet hij van, oké, weet je, net zoals hoe zijn ronde steeds beter werden. Misschien wordt hij nu ook steeds beter na elk gevecht. Zou mooi zijn. Ja. En daar lijkt het eigenlijk wel op, hoor, als ik eerlijk moet zijn. Zou mooi zijn. Gaan we even door. Chik Musa, Popoci. Ja, Chik Musa die had dat willen aan, hoor. Ja? Ja, man. Die ze waren druk. Ja, ze waren. En die manier van Popoci was ook veel. Had ook veel aan. Dat zijn alle twee best wel. Ja, het zijn alle twee goede aan. En ik moet zeggen van die wedstrijd, want ik stel wel die vragen aan jou, maar geef nu zelf antwoord. Maar die Popoci die had een druk.
Ja. Die ja. had een druk op. Ja. Op Moussa. Moussa ja. Niet normaal vanaf ja. moment 1. Trap, trap, stoot, trap. Niet normaal. Ik dacht van nou, dat gaat hij niet twee rondes lang volhouden. Wow, tweede ronde lang. Tweede ronde. Brr, 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 brr. Ja. Ik dacht van ja. nou, dat doet hij goed. Derde ronde. Ja. Brr, brr, brr. Ja. Ja. Ging hij gewoon weer door. Ja, ja. Wauw. Ja. Ik dacht van zo, die ja. had een tempo. Ja, maar dat was wel een mooie wedstrijd. Dat is een van die mooiere wedstrijden. Ja. Ja, het is jammer voor hem dat hij toch, die lijkt wel alsof Tjik Moussa erop staat te wachten, weet je, van, ja. ja, nu ga ik raken met die cross. Ja, weet je, maar, ja, die, maar was... die Tjik Moussa ook wel... Ik moet je wel eerlijk zeggen, hij kreeg iets te veel klap op zijn hoofd. Ja, ja. Hij kreeg iets te veel klap op ja. zijn hoofd. Kijk, ja. tuurlijk, je kan blijven staan en die stoten of verdedigen of wat dan ook, maar ik zag af en toe zijn hoofd zo boom, boom naar achteren gaan. Dacht ik, jongen. Ja, ja. Je wil niet straks 50 zijn en straks niet meer kunnen praten. Ja. Weet je? Ja. Want daar wil ik ze wel voor behoeden. Dat die jongens wel mooie, spectaculaire wedstrijden laten zien. Maar probeer zoveel mogelijk te verdedigen. Te verdedigen, ja. Weet je? Ja. Nee, dat is zeker. Want anders ga je echt raar babbelen, hoor. Geloof me. Ja. Ga je ook allerlei dingen vergeten. Ik wil de andere naam noemen. Nee, dan ga ik naar dat. Laten we doorgaan. Je weet precies. Ja. Remy, nee. Niet doen. Ja, oké. Okay. Die Jurgen Dahl. Die grote brede. Oh ja. Die ging die. Tegen. Nabil. Nabil. Die ging tegen Nabil. Die andere, die echt een reus. Nabil is echt een stuk kleiner. Ja. Ik denk Nabil zijn cardio. Hij moet wel wat doen als zijn cardio. Ja. Weet je, fors. Mm-hmm. Maar ondanks het forse, kon hij toch aardige... Had die Jurgen Dahl hem niet onderschat? Want kijk, als zo iemand de ring in komt... Ik denk het wel. Denk je bij jezelf, wat is dit nou, weet je? Ja, misschien een beetje onderschat, want ja. die jongen is ook super aardig. Spreekt ook een klein beetje Engels, die Nabil. Spreekt ook een klein beetje Engels. Ja. En hij lijkt me een leuke jongen. Ja, hij is ook een leuke jongen. Kijk... Heel down to earth. Ja, heel down cool, to earth. Heel cool. Weet je, ik denk, net wat je zegt, misschien een paar kilo's eraf, weet je? En hij moest wat meer trappen. Ja, maar dat zei zijn trainer ook. En hij wist het zelf Zijd, ook. Ja. Hij had niet goed geluisterd. Maar nu al was hij veel beter dan die andere. Ja. Veel beter eigenlijk. Ja, die andere gast deed geen reet. Nee, die deed niks. Die zat te duwen. En zelfs duwde hij zelfs met twee handen. Ja. Met twee handen duwen. Ja. Dan ben je niet gekomen om te knokken. In die eerste minuut probeerde hij wat te laten zien. Denk direct recht gelopen, hard. Linkie direct de rechterlook, hard. Ja. Rechtie direct de linkerlook. Na 45 seconden was de koek op. Ja. De koek op was klaar. Ja. Terwijl hij zo gespierd Hij leek als een kast en daarom zeg ik zo van... Zo lang zo, maar dat zegt je niks. Je moet er... Al die grote spieren, dat gaat je tegenzitten. Ja, dat ja. gaat je echt tegen. Maar goed, genoeg over hem. We gaan door. Bilé tegen Akipa, wat vond je van? Leuke wedstrijd. Bilé nummer 2 gerankt. Ik vond Bilé heel erg slordig. Ja. Want hij moest die afstand overbruggen, want Akipa was een stuk langer dan hem. Ja. En hij gebruikte, voor een groot gedeelte gebruikte Akipa goed zijn lengte. Ja, met zijn stoten en met zijn trappen. Ja. Maar ik vond dat hij had nog meer gebruik kunnen maken van zijn stoten en zijn trappen. Ja. Die afstand bewaren, die afstandmanagement, dat klopte niet helemaal. Nee. En... Wat grappige, wat ik vond, die Bilé, die wilde graag voor de titel. We gaan naar de volgende. Nee, Bilé is gek. Ja, man. Ja. Bilé is gek. Als je Akipa niet gewoon mishandelt, gewoon in de hoek smijt, dan moet je niet gaan roepen om Tijani. Nee. Want dat is next level. Nee. Ik interviewde die trainers van Tijani. Ja. Milton en Deon. Deon. Ja. Dus ik dacht, ik interview hun tegelijk. Maar wat ik grappig vond, ik zeg van ik weet niet of ik tegen Milton of tegen Deon. Tegen een van ze zei ik van Bilé die wil graag tegen Tijani. Ja. Weet je, normaal zou je zeggen, Tijani is veel te goed. En, ze waren er heel snel klaar, Milton. Nee man, hij is nog niet daar. volgende vraag. Maar dat is echt zo. Want, ze hebben gelijk. Maar kijk, hij moet natuurlijk wel zeggen van ik wil voor de titel of zo. Hij staat nummer 2 gering. Ja. Maar ik zou dan zeggen van
geen meer eens in nummer 1. Ja, of nummer 1. Ga er hard voor werken om iedereen te slopen. Om een keer voor de titel te gaan. Ja. Maar die man, wil echt Tijani gewoon echt uitdagen en zo. Nee, daar is hij nog lang niet aan. Ja. Maar Tijani heeft natuurlijk wel die kruis op zijn rug. Ja. Iedereen gaat hem natuurlijk... Iedereen gaat het roepen. Ja, iedereen. Ze moeten ook wat roepen. Ja, ja. Want je kan niet daar staan en zeggen, nou weet je wat, doe maar rustig aan. Ja, ja, ja. Tuurlijk ja. moeten ze grote dingen roepen en dat begrijp ik enigszins wel. Ja. Dus, dat is we gaan door, Serkan. Wat heel mooi was, hij kwam op en voordat hij opkwam, hij in zijn introductiefilmpje ook voor Turkije. Iedereen weet natuurlijk wat er in Turkije is gebeurd. Ja. Dus het ging hem echt aan zijn hart en hij zegt van ja, daar vocht hij ook echt voor. Dus het is vreselijk wat er gebeurde en weet eens, op het moment dat wij dit nog aan het bespreken zijn, hoor je elke keer die update. Ja. Eerst dacht ik, toen je hoorde, dat zijn 5000 mensen, dacht ik, oh shit, je, zo. Ja. En je hoopt dan dat het misschien uitloopt tot 6.000, 7.000. Ja. Zijn er nu over de 35.000 ja, mensen. Ja, man. 35.000 mensen. Ja, man. Ja, hey. En dan zie je ook maar, hoe dat de sport er bijna niet toe doet, hè? Nee. Dat is veel belangrijker. Nee, dingen. Er zijn veel belangrijker dingen. Ja. Ja, dan niks doet er toe. Je leven is gewoon het belangrijkste. Ja, ja. Je leven is gewoon het belangrijkste. Weet je, en al die andere dingen waar we soms druk om maken. Ja. Van ja, je hebt de bus gemist. Of mijn haar is niet geknipt. Ja, ja, ja. Of weet ik wat allemaal. Ja. Weet je, denk je bij jezelf. Hé, waar maak je druk om? Inderdaad. We hadden het zelf laatst nog erover, toch? In de auto. Van, je moet al gezegend zijn als je gewoon gezond bent. Je kinderen zijn gezond. Ja, ja, want we zijn al bijna de 50 aan. Ja. En we zijn gezond. En dat is belangrijk. Ja, weet je, al het andere is niet belangrijk. Ja, weet je, die PlayStation of een telefoontje of wat dan ook. Is niet belangrijk, man. Ik hoop dat mensen hun blijven steunen, hun blijven helpen. Woensdag is er een goede actie met radiostations en zo. Dus, ik hoop echt dat het, want het is vreselijk wat daar gebeurt. Dus. Maar even terug naar terug nu. Naar wedstrijd. Serkan. Nou, Serkan, Serkan, het is... Tegen Brown. Serkan tegen Brown, ja. Brown, die hield het goed vol tegen Boapea en zo. Ja. Maar... Serkan was even een maatje te groot. En Serkan, niet alleen technisch en zo, een maatje te groot en zo, maar... ook qua kracht. Qua kracht en qua geloofs... Overtuiging gewoon. Ja. Je ziet aan Serkan gewoon dat hij is klaar om te reizen. Ja. Hij heeft een goede hoek. Ze noemen hem de sleeping pill. Ja, sleeping pill 1, sleeping pill 2. Dit was niet voor zijn niveau natuurlijk. Nee. Dus ik vond wel dat hij goed bezig was met zijn dekking. Dat zei ik ook. Kijk. Ik heb hem toen vocht hij tegen Bayrak. Was het Bayrak? Ja, Bayrak. Hij vocht tegen Bayrak. Na de wedstrijd zei ik tegen hem, je bent hij echt. Vocht goed. Maar hij vocht goed en hij stompte echt. Hij won ook die wedstrijd, weet je. Maar ik had hem wel meteen gezegd, denk om je dekking, man. Ja, ik heb wel, Denk om je dekking, want die klappen, die rekening krijg je later. Ja. Denk om je dekking. Maar wat hij nu ook had, wat ik ook goed vond, daar zag ik duidelijk dat hij daarmee bezig was. Kijk, vroeger als hij iemand maar een beetje raakte, dan ging hij erop af. Erop af. En hij stopte niet, weet je wat dus. Maar nu zie je hem echt van, oké. En hij werkte goed met zijn jab. Ja. Met zijn voorste hand, hij werkte goed ermee, man. Het was echt Dus, petje af. Was mooi om te zien. Goed gedaan, Serkan. Goed gedaan. Ook zo'n comments achteraf, zo'n post-fight comment. Maar behalve dat, maar daar komen we straks ook op. Hij had ook die ster dan en zo, met Wissen. Hij maakt echt die glorie, zeg maar. Kijk, in die tijd, weet je, bijvoorbeeld een Badder, weet je, of een Rico zelf, weet je, die hun komen en dan gaat het ergens over en dan leeft het en dat. En dat heb ik nu bij Serkan. Ja. Want als ik ga me nabeelden van, Steven voor Glory en Serkan zou daar niet zijn. Ja. Een beetje... Hij pakt zijn moment. Ja. En breidt zijn moment ook uit. Ja. Zonder hem overdreven naar voren te stappen, Serkan is top, man. Top gozer. Ja. En dan gaan we naar de hoofdpartij. Donovan Wissel. Tegen Almeida. En Almeida, hebben we het over gehad. Kilootje te dik. Ja. Ja. En dan ga je niet voor de titel. Nee. Het zou 5x3 worden. Nu werd het 3x3. Dus dan is het zonde. Ja, zonde. Je droom weg, want volgens mij is Almeida 34 of 35 jaar. Ja, 35 jaar. Dus dat betekent dat de kans dat je hem weer... dat je weer de kans krijgt straks voor op de titel te gaan, wordt ook telkens minder en je wordt telkens zwakker. Zwakker, ja. Want het wordt minder,
Mocht het hem toch lukken, moet hij daarna weer verdedigen. Dat gaat hem niet worden. En weet je het is? Weet hij, Wisse is nog super jong. Hey. Wat is hij, 4, 25? Wisse is 24. Gewoon jong boy. En Wisse is next level, man. Ja, is next level. Kijk, als je naar die wedstrijd kijkt, zou je denken, ah, niet zo'n spetterende pot. En dat is het. Zeg het, Marinho, zeg het. Wat? Zeg het. Nee, zeg het. Ja. Nee, zeg het wat mensen zeggen. Want mensen zeggen, ah, die is spectaculair. Maar ze zien de technische gedeeltes niet. Nee, maar dat is het. Je zou denken van, weet je, niet zo'n spannende wedstrijd. Blah, blah. Ja. Eén, Almeida is ook geen pannenkoek. Dat is één. Maar het mooie wat ik ervan vond, die man werd geraakt op zijn kuit. Een paar keer. Goed ook. En het was goed van Almeida. Het was goed van Almeida. Dus dat is al het technisch gedeelte. Ja. En je zag het ook. Ja. En die man switcht gewoon naar rechts voor. En weet je, het is voor mensen die niet weten hoe dat voelt. Hmm. Je moet je voorstellen, als iemand nu, je bent rechtshandig, die zegt van ga met links schrijven. En je zit te knooien alsof je zit te klooien. Ja. Maar heb je dat wel getraind? Ja. Want dat zag je wel. Ja. Hij ging rechts voor staan. Ja. Normaal, als je rechtshandig bent, sta je links voor. Ja. Weet je, ben je linkshandig, dan sta je rechts voor. Ja. Dus hij ging rechts voor staan. Niet zijn alledaagse hand, weet je. Maar daar liet hij wel zien dat hij gewoon goed getraind is. Ja man. En weet je wat het is? Kijk, ook al train je het. Het moet ook nog uitkomen. En als je het traint, vaak, want soms tijdens trainen doe je ook even rechts voor. Maar je gaat heel snel weer links voor. Ja. Omdat je bent er niet gewend. Ja. Dus het is al, na elke actie ga je meteen weer links voor. Ja. Deze man, hij bleef gewoon rechts voor. En hij domineerde hem. En hij bleef rustig. Gewoon rechts voor. Hij bleef rustig. En in zijn achteruit heel veel. Ja. In zijn achteruit domineerde hij nog steeds die wedstrijd. Ja. En Almeida probeerde hem toch telkens weer te raken op die been. Ja. Maar hij kwam er natuurlijk niet echt bij. Nee, want kijk, wat ook het gevaar is. Als je dichtbij wil komen. Want hij moet dichterbij komen om achter zijn been te raken. Ja. Maar hoe dichterbij je komt, hoe meer gevaar er ontstaat. Ja. Ja. Dus daarvoor was hij ook een beetje, niet bangig. Maar was hij ook op zijn hoede, Almeida. Dat hij dacht van, ja. Als ik dat anders op been ga raken, moet ik heel dichtbij komen. Weet je, en al met al heeft Donovan het goed gedaan. Ja. En dan is er nu ruimte. Voor Serkan. Serkan. Dit wordt de thriller. Sowieso. Dit wordt de thriller. Dit wordt hem sowieso. Na afloop. Weet je, dus waar Donovan Wissel, waren we aan het interviewen en zo. Gewoon perstafel toch? En hij zat aan tafel. En dus hij kreeg een paar vragen en toen kwam Serkan toevallig ertussendoor. Serkan nam meteen plaats. En Serkan begon meteen van, hij wil tegen mij, laten we nu dan die ster doen. De Donovan Visser zegt, nee, jij wilde tegen mij. Laat het even goed, weet je. Dus, maar toen deden ze een ster down. Maar kijk, weet je wat ik voor alle twee vind? Van alle twee, hè? Serkan en Wisse. Ik ben voor Wisse, Sanaman natuurlijk, weet je. Serkan vind ik ook, ik vind hem echt tof. Sowieso. Maar ja, ik ben gewoon voor Wisse. Ja. Ik zeg het gewoon. Ik kan het zeggen. Ik hoef geen commentaar te geven. Niks. Ik kan het zeggen. Ik ben voor Wisse. Is dat nou wel? Oké, maar los van dat. Wat ik van beide vind. Er is echt rivaliteit. Maar gewoon echt respect. 100. Gewoon echt respect. 100%. Weet je? En ik denk dat gaat echt die match ook echt maken. Ja. Ja. Weet je? En ik zie Serkan. Serkan is gebrand. Ja, ja, ja. Gebrand. Hij is echt gebrand. Ja, maar Wisse. Technisch, Remy. Als je de sport snapt, dan zie je hoe technisch hij is. Als je de sport snapt. Technisch, next. Maar dan schaar het tussen, laat zeggen, de beuker en de technicus. Ja. Nee, maar kijk, weet je wat het is? Je hebt een gezegde toch van Muhammad Ali. Ja. The will must be stronger than the skill. Ja. Dus Serkan heeft echt, weet je, die wil sowieso. Maar Wisse heeft ook echt die skill. Ja, en zeg heel goed. Dus dat zeg heel goed. Ik ben benieuwd. Ik ben echt benieuwd. Laatste. De hoofdpartij. Mooi boy Abena. Abena is nu kampioen, maar laten we even kijken hoe dat gelopen is. Ja. Eerste ronde. Kijk, het is goed dat ik het nog een keer heb gekeken thuis. Hè, want ik keek het daar. Ja. En dan weet je ziet niet alles even scherp. Maar... Want door Guus zat je niet helemaal goed. Ja, door Guus zat ik ver naar achter, man. Ik moest blij zijn dat ik begaan de grond zat. Wauw. Ik zat ver. Maar Guus. Hij was een mattie. Glory in maart, in Rotterdam, zijn we dichtbij. Daar zit je vooraan. Daar zit hij vooraan. Bloedspatten. Achter de scheids. Ja. Oké,
Eerste ronde. Ik vond wat ik zag, en volgens mij is het ook zo, ik vond Abena, ja, hij zag er scherp uit. Ik vind wel dat hij, om kritisch te zijn, iets meer met die trappen moet werken, toch wel, weet je, iets meer met die trappen. Want hij werkt heel veel met de knie. Ja, heel veel met die knie, maar dingen, Saïd, schreeuwde hem ook heel vaak die knie. Ja. En ik vond dat die knie gewoon telkens net niet doorkwam. Ja, ja. Hij bleef wel werken. Op een gegeven moment moet je schakelen, vind ik. Ja, moet je schakelen. En wat hij wel goed deed, na die knie, gaf hij vaak wel een stoot. Ja. Weet je, dus niet een losse knie en dan een kniestoot. Ja. Weet je, dus dat deed hij goed. Dat deed hij echt goed. En ik, naar mijn mening, de eerste en de tweede ronde, ik vond wel dat Abena telkens ietsje voorliep. Ja, ja, ja. Ik vond, hoe heet die? Maslobojev. Vond ik beter vechten tegen Kababes dan dat hij nu vocht. Ja, ja. Maar dat, net wat je net zegt, dat kan ook weer Abena hebben afgedwongen. Ja. Weet je, dus... Ik vond het eerste ronde vond ik heel goed van Abena. Ja. Tweede ronde vond ik ook goed van Abena. Derde zag ik een klein beetje... Ik kijk vaak wanneer mensen teruglopen. Hè. Ja. Teruglopen naar de hoek. Daar zag je een beetje dat je een beetje moeig was. Ja. Hij oogde een beetje moeig. Toen dacht ik bij mezelf, het zal toch niet zo zijn dat hij straks ronde 4 helemaal als zwak leeg is en dat je gewoon een pak rammen krijgt. Ja. Ja, en derde ronde, dat ging een beetje gelijk op. En toen ze met de vierde begonnen, toen was die snee. Wat was dat? Ja, ik wou net vragen. Luister. Want ik heb veel, ik heb zoveel snee gezien. Ja. Maar ik zou zeggen, laat doorgaan. Ik bedoel, kijk, als het tweede ronde was, derde ronde. Maar je bent al zover. Jamal, snee, we gaan door. Rico, snee, onder zijn ogen, ook diep. We gaan door. Rico, die was echt groot ook. Hij was groot, dan kan ik wel zeggen van, het was stroomt niet in zijn ogen. Dus was het hier geweest, hadden ze gezegd stop. Ja. Was onder zijn, dan kan ik nog een beetje zeggen, Maar we hebben vaker gezien, snee. En gaan ze gewoon door. Maar die van Bester Diek was ook groot. Hé, die was diep. Die was diep, ja. Die was diep, maar toch laat door. En nu, het was een dierenarts. Die dokter was een dierenarts. Ja. Hij had nog nooit wat zo snee gezien. Nee, ik weet het niet. Ik zit te fucken. Dat was een fucker. Want er was wel een keer een dierenarts ergens. Ja, toch? Weet je waar het was? Wij, hier in Almere was het. Ja. Toen vocht Koekoe. Koekoe vocht daar een wedstrijd. Ja, 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 ja. En die dokter kwam. Hij zei, het was een heel klein sneetje. Zo'n schattig sneetje had hier. Ja, ja. Die dokter komt. Hij zei, nee, stop. Stop! Ja. De hele zaal, de hele zaal werd geen plat. Oké, de hele zaal werd helemaal gek, gek. Yeah. Dus die man staat daar zo, weet je, van een beetje bang. De volgende wedstrijd, weer een MMA-pot. Yeah. Die gaat ze knallen. Die gaat ze de snee van hier tot hier. Ja. Mijn hele hand paste erin. Hij zegt, nee, gewoon doorgaan. Dadelijk kom ik niet thuis. Ja, gewoon doorgaan. Ja, ja. Ongelooflijk, iedereen werd er helemaal gek. Maar goed. Ja, ja. Dus, ik vond dat hij gewoon door kon gaan. Ja, ja, ja. Want Boy was kwaad. Hij was kwaad. Natuurlijk, terecht. Maar diezelfde snee had hij tegen Kababes. Ja. Zelfde snee. Hey, Mike Polane. Mike Polane. Hij stuurde me meteen een bericht. Hij zei, kijk dit, wat is dit nou allemaal? Ze fokken de boel op. Hoe kan het zijn dat nu zeuren ze over die snee en toen niet? Ja, ja, ja. Ik vond gelijk. Hij heeft gelijk. Ja. Ja, gelijk. Kijk, ik begrijp het wel. Het gaat om de gezondheid van de vechters. Maar je moet wel één lijn houden. Ja, we zeggen van luister, we vechten door. Ook al zit er een flinke jaap in. Ja. Of we zeggen bij de minst geringste stoppen. Ja. Je moet één lijn trekken. En nu is er weer discussie. Ja, nu is er weer discussie. En ja. Dat is zonde. Ja. Dat is zonde. Dus maar Abena denkt, fuck it. Fuck it, ja. Hey, die hangt nu boven zijn bed. Sowieso. En terecht, ja. Want hij liep ook voor. Ja, en terecht. Voor. Ja, dan... Maslobojev kan boos zijn, maar dan had je hem eerder knock-out moeten slaan. Sowieso. Zodra je het aan anderen overlaat... Bepaal jij niet meer. Juist. Dan ben je klaar. Had je hem eerder knock-out moeten slaan. Zo is het. En Abena, gefeliciteerd. Ja. Goed gedaan. Is dat wat je zei? Remy, ik zei het toch? Ja. Wat is die zin? Ja, nee. Welke zin? Je bent hem waarschijnlijk al vergeten. Een diamant wordt onder hoge druk geslepen. Oh, alleen dat wij het zeggen. Ja. Nee, dat klopt. Hij was goed gedaan. Wat vond je overal van het event? Eerlijk, een beetje minder.
Ja, eerlijk, eerlijk. Ik vond het een beetje minder. Okay. Een paar gevechten waren goed en zo. En ik, toen ik het terugkeek op tv... ja, nee, eerlijk. Ik heb het betere gezien qua sfeer. Tuurlijk, hebben we betere gezien. Ja, maar ik moet je eerlijk zeggen, want kijk, ik heb niks meer geproefd van de sfeer. Ja. Ik heb alleen de secte wedstrijden gezien. Ik moest daar ook commentaar op doen. Ja. Maar ik vond het geen verkeerde line-up. Ik vond dat, Robbie Timmers goed had gedaan. Die jongens neer te zetten die er waren. Ja. Ja. Afgezien van de jongens die te zwaar waren of wat dan ook. Ja. Vond een heel... Ja. Ik was echt tevreden. Ja. Ik was echt blij. Ik vond... Kijk, wedstrijden waren leuk. Maar het was een beetje mat. Maar wacht, van de wedstrijden of van het publiek? Nee, het publiek gewoon... Eigenlijk alles. Ze gaan hem niet meer binnen laten. Nee, ik vond het een beetje... Ze gaan hem daar bij Glory 84 gaan ze niet binnen laten. Kijk, luister. Er zijn twee titelpartijen. Ja. Twee. Ja. Maar wat kan Glory aan het publiek doen? Nee, de Glory kan er niks aan doen. Maar ik denk, misschien heeft het ook te maken een beetje met die zaal, de sfeer. Of wat het ook kan zijn, is dat de vorige keer had je een geweldige... ambiance, mensen waren druk, plaats je wat volgt. Daardoor was je misschien zo van, nu gaat het weer. Ja. En nu gebeurt het niet. Want bij alle twee wedstrijden, het publiek was een beetje stil. Ja, maar dat kan Glory toch niet zijn. Nee, maar dat maakte dat het gewoon niet top was. Ja. Nou, maar als je sec naar de wedstrijden kijkt, waar Glory wel enigszins invloed heeft. En dan heb ik het over van, ze zetten Pietje tegen Jantje. Daar hebben ze invloed op. Maar ze kunnen niet, ze hebben geen invloed op hoe die wedstrijd gaat. Ja, nee, maar ook dat. Kijk, ik vond Van Belsen tegen Siric. Dat vond ik gewoon echt interessant. Omdat, weet je, die twee nieuwelingen en zo. Ja. En de rest, dat was, wedstrijden. Serkan vond ik... Moussa was top. Ja, nee, maar die was tegen top. Tegen Popootje was top. Ja, die was top. Serkan vond ik top tegen Brown. Serkan was top. Maar je moet toch iemand anders hebben die daar gaat liggen. Nee, maar dat zeg ik. En die moet ook die wedstrijd maken. Dus dat zeg ik. Serkan was top. Ja. En die andere twee waren titelpartijen, dus dat is sowieso altijd wel wat. Maar over het algemeen, het was niet echt... Wacht even. Er waren 7 partijen. Ja. Toch? Ja. Van de 7 partijen waren 4 top. Van Belzen tegen Siric. Wacht even, Van Belzen tegen Siric. Ja. Je vond Moussa voor je top, toch? Ja. Serkan voor je top? Ja. En Abena tegen Masloboya voor je top? Ja. En Wissel? Hebben we al 5. Ja, maar luister dan. 5 van de 7. Ik laat je... Er zijn gewoon 2 partijen voor die. Nee. Moi? Nee. Hele gala gewoon gaan. Nee, luister dan. Ik liet je even uitpakken. Maar kijk, Van Belzen en Robin Siric... Het was niet top, maar was leuk om te zien. Daarom was het leuk. Moussa. Die was leuk omdat eindelijk het publiek... Zaten alle twee echt publiek mee. Dus dat was toch top? Ja, dus dat was leuk. Maar je had het nog een beetje naar beneden. Ja, dat was leuk. Je had het naar beneden, maar ga door. Oké, was top. Nee. Was top. Hey. Maar voor die anderen... Ja, weet je. Kijk, die Serkan was ook geen... Serkan vocht top. Ja. Maar zijn tegenstander was niks. Ah, niet niks. Niet zo afkomen dat het niks was. Maar Serkan kan maken. Hij gaat de boze mail krijgen. Hij gaat de boze mail krijgen van Brown. Remy haalt die sidekick van de bank. Weet je, maar dat... Nee, maar kijk, over het algemeen... normaal is er meer sfeer, Het is wat je gewend... Nee, kijk... Het is wat je gewend bent, omdat het de vorige keer top was. Maar ja, ik zal je eerlijk zeggen, ik zelf heb echt genoten. Meen ik echt serieus. Nee, ik heb ook genoten. Ik heb echt genoten van de wedstrijden. En weet je waar ik helemaal van genoten heb? Ja. Wow. Kijk even mee naar dit filmpje van mij en Melvin Manu. Ja, mensen, we gaan nu richting de studio. En Melvin loopt nu voor mij. En ik heb mijn take in één keer gedaan. Gewoon one take in één keer goed, hup. En nu gaat Melvin het doen. We gaan allemaal kijken hoe Melvin... Elke week weer. Kijk, van Mark weten we dat hij het in één keer kan. Melvin, ga jij je fetus nog in doen of niet? Ja. Nee. Dat is toch cool. Mark, kun je nog één stapje naar achter doen? Jij ging maar in jij van deze zijde. Wat zei je? Dat blijft je niet in jullie leven. Ja.
Nee. Hij is zenuwachtig. Hij is zenuwachtig, hè? Ja. Oké, daar gaat hij, mensen, daar gaat hij. Ik ga dit zeggen. Straks bij Videoland Glory 83-7 topgevechten met een main event. Een titelgevecht in het light heavyweight. Sergei Maslovoyev tegen Donny Giavenga. Melvin, wie is kijken? Oh, dat is een hele lastige. Maar ik denk dat Tabena heel graag kan doen voor de kost wat het kost. Maar ik denk dat Maslovoyev natuurlijk, zeg maar, alles aan het doen. Maar ik denk niet dat het... Straks bij Videoland Glory 83-7 toppartijen met een main event. Een titelgevecht in het light heavyweight. Sergei Maslovoyev neemt het op tegen Donny Giavenga. Melvin, hoe is jij zelf? Oei, dat is hele lastige. Ik denk dat Abena had alles wat hem kost voor het kost om kampioen te worden. En Wat vond jij van het filmpje? Hè? Ja. Dat vond ik grappig, of niet? Hey mensen, we gaan jullie bedanken. Ja. En ja, blijf kijken. Blijf vooral klikken om te abonneren. Ja, abonneren. Weet je, we hebben even die abonnees nodig. We hebben even die abonnees nodig, dat ten eerste. Hmm. En de comments natuurlijk. Ja, de comments. Als wij iets verkeerd zeggen, zeg het. Weet je, kritiek, prima. Maar je mag natuurlijk ook altijd hele leuke comments achterlaten. Maar daar houden we van. Sowieso. Yes. Hey, tot de volgende keer. Ciao, ciao. Mazel. Oes. Oes.